foodiness. Het is inmiddels wel alweer het einde van de dag. Dus ik heb vandaag nog niet gevlogd. Want het was een beetje druk vandaag op werk. Maar ik ben wel op tijd gestopt. Want het is inmiddels 5:50. Meestal zit ik dan nog wel op kantoor. Maar ik ben vandaag eerder gestopt omdat ik nog boodschappen moet doen. Voor de hele week. Ik doe altijd boodschappen voor de hele week. Want dan heb ik het maar gehad. En dan kom ik ook niet meer in de supermarkt om in de vlijing te komen. Om allemaal lekkere dingen te kopen. Misschien herken je dat wel. Nou, daar heb ik dus altijd heel erg last van. Dus ik doe het gewoon in één keer. Dat ga ik nu doen. Dus ik ga echt Speedy Gonzales de hele supermarkt door. Kar vol gooien. En daarna naar huis koken, eten. En lekker met Danny op de bank. Oké, daar gaan we. Zeggen dat ik me net denk dat ik zo druk bezig ben geweest voor Valentijnsdag met foodiness. Dus met lekkere receptjes en leuke Valentijns giveaway en allemaal dat soort dingen. Dat ik eigenlijk helemaal ben vergeten om iets leuks te doen voor mijn echte Valentijn. Danny. Maar gelukkig houdt Danny totaal niet van Valentijn. Want dat is zo commercieel. Dus eigenlijk doen we er ook niet echt wat voor of mee. Hoe denken jullie daarover? Doen jullie wel iets met Valentijn? Of ook juist helemaal niet? Of iedereen heeft daar altijd een mening over. En ik ben hartstikke benieuwd hoe jullie nou Valentijnsdag vieren. Dus laat me dat weten. Zou ik leuk vinden. Ik ga deze Valentijnsdag aftrappen op kantoor. Dus ik ga mijn jas aan doen, spullen pakken. En dan gaan we daar naartoe. Hallo. Carrie is er weer. Open the gate. Woo. Dancing on ice. Hoe lekker is dit weer. Sunshine. Eindelijk. Oh. Echt heerlijk. Ik heb de liefste Valentijn. Ben ik gisteren even verrast of niet? Wauw. Ik kwam dus gisteren thuis. En over de Valentijnsverrassing gisteren van Danny heb ik het. Mijn vlogbeelden, ik heb ze net gezien, die sloegen helemaal nergens op. Maar dat komt omdat ik zo overwhelmed was door de verrassing. En helemaal in het moment zat dat ik dat niet allemaal netjes op camera heb gezet. Maar ik kwam dus gisteren thuis van werk. En toen stond er dus een tasje bij de deurmat. En die was dus voor mij. En ik vind het zo lief dat Danny helemaal voor mij een Valentijnsverrassing is gaan halen. En super lekker. Want ik heb vandaag het luchtje op natuurlijk. En het is echt heerlijk. Dus ik voel me echt. Oh, ik voel me helemaal geliefd en verrast. En ik hoop dat jij ook zo'n leuke Valentijnsdag hebt gehad. Voor mij was het in ieder geval heel onverwachts. En een heel klein beetje schaam ik me wel natuurlijk dat ik niks zelf had gedaan. Maar. Dat maakt wel weer goed. Het is nu woensdagochtend en ik heb de nieuwe weekvlog zojuist online gezet. En dat terwijl ik mijn ontbijtje heb gegeten. En ik ga nu naar kantoor toe. En heb weer een hele leuke lange kantoordag voor de boeg. En het is trouwens echt super gezellig. Want we hebben nu gewoon echt een beetje volle bak eigenlijk op het foodiness-kantoor. Want gisteren zaten we met z'n vieren en vandaag zitten we met z'n vijven. Dus het is gewoon echt super gezellig. Ik ben om die reden wel vanochtend wat vroeger opgestaan om thuis even wat te doen. Want met al die gezelligheid op kantoor kom ik iets minder aan werken toe. Ik heb super veel zin om naar buiten te gaan trouwens jongens. Het is zo mooi weer. En je merkt ook alweer dat het iets eerder licht wordt en iets later donker. Dus oh, ik vind het helemaal heerlijk. En het zonnetje schijnt dus ik ga zo afsluiten en naar die foodiness office. Nee. Ik heb Babette op visite. Babette van Babette schrijft. En Babette gaat alle kaartjes voor de Foodiness Meet and Eat zelf ontwerpen met de hand. Dus ik denk ik ga even de camera halen, want dit wil ik echt aan jullie laten zien. Het is lekker zonnig trouwens. Man, ik had een vraag denk aan jou. Wat wil je waar hebben? Ja. Dus dit zijn allemaal voorbeeldjes. Hallo Babette, dit is de held daarachter. En ze gaat nu gewoon uit de losse pols alles schetsen. Superleuk. We gaan ook naamkaartjes maken.
En dit wordt straks allemaal gedigitaliseerd en gedrukt. En klaargemaakt voor jullie. Kunnen we hier tussen misschien maken? Dus doen we hier de Foodiness Meet and Eat Tour 2017. Oké, okay, ik heb het pennetje van de meester overgenomen. Ik moet even zelf proberen. Nou, dit gaat behoorlijk goed. Oh. Oh, dit is wel heel hakkelig. Nou, dit gaat echt wel goed hoor. Lekker een barre papa dit. Nou, tada! Oké, okay, we zijn eruit en dit wordt echt super leuk. Ik ben echt super enthousiast en Mano is ook enthousiast. Dit krijgen we nog eventjes extra. Your only limit is you. Voor in ons kantoor, in het lijstje. En er komt er nog één, die is nog niet af. Maar hier staat Rocks. En, er komt de Poodinesti Rocks. Die krijgen we ook nog. Super lief! Ik zit weer in de auto en het is nu 6:15 en het is gewoon nog licht buiten. Ik ga nog één keer zeggen, maar ik word hier zo blij van! Alsof ik de lente al ruik, alsof het al in de lucht hangt. Oh, heerlijk. Oh, wacht. Ik ruik helemaal niks. Wacht. Ik rijd nu naar huis toe en moet een beetje opschieten, want mijn zusje komt vandaag eten. Die loopt nu stage en die maakt hele lange dagen. Dus als grote zus heb ik aangeboden dat ze bij ons kan komen eten. Dus ik ga nu naar huis en zorgen dat er een heerlijk bordje eten klaar staat. Oh, ik heb hem nu pas op aangedrukt. Oh, nee. Klauwtje, Klauwtje. En ik heb weer een broccoli soepje gemaakt met grote zalm en cottage cheese. Want het moest een beetje snel en makkelijk en vol vitamintjes. Weet jullie nog dat ik een maand geleden een HIIT training met de Primark ging doen? Omdat ik toen een nieuwe sportkleding van de Primark mocht testen. Van een paar vlogs terug en vandaag is het weer zover. Het is weer het einde van een Primark workout. We mogen weer nieuwe sportkleding testen van de Primark. En dat gaan we vandaag doen hier bij het gymlokaal in Amsterdam-West. En dit keer gaan we een barre workout doen. Barre workout. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Ik weet ook niet wat we gaan doen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar daarom vind ik het wel des te leuker. Want het is echt een super populaire trend. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. En dat gaan we vandaag doen. En weer samen met Esme, Nathalie en Klaartje. Super gezellig. We zijn er. Ik denk dat dit de opstelling is. Ik heb geen idee wat we moeten doen. Maar ik hoop dat het een beetje oké is. Jasje, shirt, legging. Schoenen. You can't stop the tears from falling down. Het viel mee en het viel tegen. Het viel mee, want het is me gelukt, maar het viel tegen, want dit was echt wel heel zwaar hoor. Oh, ik denk echt dat ik morgen echt een beetje heel veel spierpijn heb. Hier ben ik helemaal aan toe. Hallo. Als je aan het eten bent, terwijl je nog langs het yoghurtbarretje moet, heb je echt honger. Oh, dat was echt lekker. Ik heb twee bakjes gepakt, twee keer opgeschept. En nu gaan we weer verder. Mijn batterij is ook op, zie ik. Ha. Ik ben weer thuis en niet zomaar. Ik moest namelijk thuis zijn omdat de bank geleverd wordt vandaag. En hier hebben we 12 weken op gewacht. Dus de oude bank is weg. En ik heb net alles. Ik heb net de stofzuiger erheen gehaald. En ik kan me zo brengen. Nou, dat was gelukkig prima. Ja, het is zo lang geleden dat ik ook eigenlijk niet meer zo precies goed weet hoe die er nou uitzag. Maak me vaker mee. Het is vrijdagochtend en ik zit op de bank. Ik heb jullie gisteren dus helemaal niet meer de bank laten zien. Maar dat kwam omdat er wat tussen kwam.
Namelijk het volgende. Die jongens waren gisteren die bank in elkaar aan het zetten. En ik dacht echt halverwege, volgens mij klopt hier iets niet. Heb ik deze bank wel zo besteld? Of is er ergens iets misgegaan? Maar ik dacht eigenlijk dat het aan mezelf lag. Want het is al zo lang geleden dat ik die bank heb gekocht samen met Danny. Dus ik denk, nou, ik ga even kijken hoe er naartoe gaat. En toen waren ze klaar. En toen dacht ik, hier klopt helemaal niks van. Ze zijn gewoon een onderdeel vergeten. En niet alleen vergeten mee te nemen, maar ook nog eens vergeten te bestellen. Super balen, balen, balen. We hebben hier 12 weken op gewacht. En waar het nu waarschijnlijk op neerkomt, is dat we nog 12 weken moeten wachten op het laatste onderdeel. Want we missen dus een onderdeel. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Maar ergens ben ik ook blij dat we in ieder geval een stukje bank hebben. Want anders hadden we helemaal niks meer. Dat op de grond zitten op een kussen, dat was het ook niet helemaal. Dus ja, dat was de update rondom de bank. Ik ben nu aan het ontbijten. En ik ga zo meteen eerst even twee deadlines de deur uitwerken. En heb ik nog een belafspraak. En daarna ga ik de stad in, want ik ga gezellig samen met Adidas lunchen. En daarna doen we nog een rondje showroom bij hun op het kantoor. En dan is het bijna weekend! Eet smakelijk! Buffet van Odette, daar gaan we lunchen met Adidas. Ik ben er nooit geweest, maar het ziet er gezellig uit. Dank je! Tot ziens! Buffet van Odette is echt een aanrader. Ik heb heerlijk gegeten. Je moet dus wel echt reserveren, want het was super druk. Ik had trouwens de salade van het buffet. En dan krijg je 4 soorten salades op 1 bordje. Dus dat oh, is echt lekker. En het was ook... Oh. Het was ook heel erg gezellig met Adidas. En we zijn daarna dus even naar de showroom gegaan. En kijk eens wat ik heb gehad. Een hele tas. Vol met allemaal mooie nieuwe sportkleding van de nieuwste collectie in zulke kleuren. Echt heel erg lief. Ze hebben me echt mega verwend. Had niet gehoeven, maar ik ben er wel echt heel erg blij mee natuurlijk. En wat erin zit ga ik heel snel aan jullie laten zien op Foodinet. Oké, genoeg gekletst, want we gaan weer wat doen. Ik kwam net op tijd thuis. Ik kwam voor de deur en toen stond de postbezorger er nog zo'n briefje aan het schrijven van niet thuis. Met een body and fit pakketje in zijn hand. Dus ik denk, nou, grote kans dat die voor Carrie is. Terwijl ik helemaal niks had besteld eigenlijk. Dus ik denk, wat zou hierin zitten? Nou, ik ben helemaal in extase. Want ik zit er dus een beetje, dit is de doos, en ik zit daar een beetje in te rommelen. Ik denk, nou, superleuk en lekker, maar dat heb ik allemaal niet besteld. En toen zag ik... Oh, oh my god, oh my god, oh my god. Wie is dit? Toen zag ik dit. Dit is gewoon mijn dit is mijn allereerste cover. Cover? Ja, cover. Het klinkt echt super fancy. En ik kan het gewoon niet geloven, maar... Het is gewoon zo. Ik vind het echt... Oh, ik moest het echt even aan jullie laten zien. Dit vind ik echt zo bijzonder. Oh, het is van zo lang geleden, maar daar is hij dan. En... Er staat... Inspiratie-interview met Caroline van Foodiness. Dus dat gaan we ook even opzoeken. Plasticje eraf. Als ik zo enthousiast ben, word ik super ongeduldig. Kom achter het succes en de toekomstplan van Foodiness en ontdek welk geheim zij aan ons verklapt. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, daar zat Carrie ook. Want deze foto is bij deze shoot gemaakt. Samen met Esmee en Marit. Oh, wat spannend, wat spannend, wat spannend, wat spannend. Waar staat het? Covergirl Carolina van Foodiness. Smile, happy, looks good on you. Oh jeetje, wat een credits. Ik weet niet wat ik hier allemaal van vind, maar ik vind dit is echt. Ah, ja. Oh, dit is zo leuk. Want ik heb de tekst natuurlijk al gelezen. Oh, nog een bladzijde en een, ja, en een receptje. Oh, wat hebben ze dat leuk gedaan. De healthy chocolate cake. Oh, wat leuk. Sowieso goed nieuws voor de mensen die naar de Meet & Eat in maart komen. Want dan zit deze in je goodie bag. Ik ga nu een foto maken en naar papa en mama sturen. En naar mijn zusje en naar Danny. Het is weekend. Vrijdagavond is het nu. Ik ben lekker aan het fietsen vandaag. Ik denk als ik straks nog terug naar huis ga, heb ik totaal 1,5 uur gefietst vandaag. Maar we gaan lekker eten vanavond met alle vriendinnetjes bij Edel in Amsterdam-West. Ja. Hoi. Ja. 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 Ja.
bent 3 keer. Drie. Van deze week, van het weekend en dus ook van deze weekvlog. Ik heb mijn jas al aan, want wij gaan zo meteen de laatste uurtjes van dit weekend vieren met onze vriendjes. In de stad gaan we even lekker op pad en lekker wat eten. Dus ik denk, ik ga jullie alvast gedag zeggen en bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Volgens mij was die iets langer dan de afgelopen weekvlogs, dus ik hoop dat je dat niet vervelend vond. En als je dat juist leuk vond, laat het me weten. Hieronder geef me duimpjes omhoog. En ik hoop natuurlijk dat ik jou volgende week weer terugzie. Want elke woensdag krijg je een nieuwe weekvlog van Carina van Foodiness. Ik wil je bedanken voor het kijken. En tot snel. Doeg!